Goedenavond kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Even Geen Politiek. Samen met Claudia Plein doe ik het vanavond weer. En dan gaan we over alles praten, behalve politiek. Aan tafel hebben we Janine Laroos en onze Koert van Essen. Welkom. Dankjewel. Koert van Essen, vertel iets over jezelf. Ja, Koert van Essen, ik ben 41 jaar. Ik heb twee mooiste dochters van Suriname. En ook nog lief als ze slapen. En voor de rest ben ik directeur bij Fernandez. Dit is een van onze nieuwste producten. We hebben het al jaren in het assortiment. Zijn onze bake-off broodjes, onze petit pains. We hebben ze nu beschikbaar gemaakt, toegankelijker gemaakt om het ook in het retailkanaal te zetten. En ze zijn bij alle goed gesorteerde Chinese winkeliers ook te koop. Ze zijn 6 weken houdbaar. Makkelijk, zondag of in het weekend, even uit het pak, ze hoeven niet in de vriezer. 7 minuten in de oven, voorverwarmde oven en zie daar het verste petit pijntje wat je in Suriname kan krijgen. Ik ben 35 jaar, ik ben zangeres, zangpedagoog. Ik ben hier nu voor 3 maanden om les te geven aan het conservatorium. Ik ben master in de zangmethode, de EVTS, de Estel Voice Training System. En op wetenschap gebaseerde zangtechniek. En dat kom ik hier doseren de komende 3 maanden. En daarna ga je weer naar Corucondre. Boy. We werken bijvoorbeeld met, ik kan even een klein voorbeeldje geven. Als je met je dikke stembanden zingt, dan krijg je bijvoorbeeld Somewhere over the rainbow. En als je in tinfold zingt, dan krijg je Somewhere over the rainbow. Of Stiffold. Somewhere over the rainbow. She can sing. Kijk eens aan. Ik geef een symposium op zaterdag 29 november van 10 tot 2. Als je geïnteresseerd bent op het conservatoriumterrein, je kunt bellen naar het conservatorium van Suriname om je in te schrijven. Dus ik zou zeggen, kom. Koert, heb je een beetje zangtalent? Nee, maar mijn grootste dochter wel. Mijn oudste dochter die kan heel goed zingen. Wat dus, is ze? 10 jaar. En dat vindt ze ook nog leuk ook, dus... Wow. Neem me mee, ik zeg. Ja, absoluut. Absoluut. Kijk. Ik niet. Oké, wij gaan beginnen met het spel. Heel leuk spel, moet ik zeggen. Nou, ik hoop het wel voor hun. Maar toch kort? Ik hoop het ook, ja. Kort, kijk een beetje... Ja, ik ben slecht in spelletjes, dus... Relax. Hey, het eerste spel heet het geen ja en geen nee spel. Nee of nee. Wij stellen de vragen en jullie mogen dus geen ja en geen nee zeggen. Met wie zullen we beginnen aan? Met Koert. Prima. Zeggen. Shoot. Heb je ooit iemand levend begraven? Dat heb ik wel gedaan. Dus je zegt dat je ooit iemand levend hebt begraven? Ja, ik mocht... Koert, je hebt ja gezegd. Oké. Okay. Fout. We starten bij Laroos. Ik noem je voor het gemak Laroos. Ja. Heb je ooit geld gestolen van je moeder? Ik heb nooit geld gestolen van mijn moeder. En wat wil jij haar vragen? Dat kan ik niet geloven. Je jokt vast. Ik beloof je dat ik niet jok. Oké. Okay. Wel snoepjes, maar... Snoepjes. We gaan verder met Laroos. Oké, okay. Je ziet toch... Ik bak er niet zoveel van, maar goed. We gaan verder met Laroos. Je werkt bij een bakkerij, je bent de directeur, dus je zou het eigenlijk moeten kunnen. Klopt. Maar goed, we gaan verder. Kijk, heb jij ooit iemand gegeten? Oh jee, wat een vraag. Ik heb ooit iemand gegeten. Wil jij daar niks van weten verder? Volgens mij wel, toch? Ik wil daar zeker wel wat van weten. Ik zou zeggen. Verklaar je nader. Ik ga weer niet naar de verklaren. Was het lekker? Zeer. Ja. Oké. Maar goed, wie heeft het beste gedaan? Janine. Ja, Janine, absoluut. Janine heeft het absoluut. Beter gedaan. Oké. Okay. Ja. Nou, Koert, voor de volgende ronde hoop ik dat je het ietsje beter doet. Ja. 's Ochtends is mijn 2 centimeters langer dan 's avonds. Waar? Ja, toch vreselijk. Oké, maar waarom? Bert, denk je dat het zo is? Dan zijn we nog niet gestrest van de dag. Alles is nog ontspannen. De spieren zijn nog lekker ontspannen. En gaandeweg de dag, dan komt de stress.
En heeft allemaal met vocht te maken. In de wervels. Juist. Oh, oké. Okay. Ze zegt het. Vocht in de wervels. Okay. 2-0, ja. De tong is het sterkste spier van het menselijk lichaam. Klopt dat? Ja. Dat heb je helemaal goed. Waarom denk je? Omdat we die ontzettend veel gebruiken. Het is een grotere orgaan dan we denken. Toppie top. Een varken kan naar de lucht kijken. Is het waar of niet? Waar. Waarom zeg je dat? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ja, varken kan naar de casino lucht kijken. Nee, ik kan niet volken. Oké. Okay. Volgens mij gaat het ook niet naar de casino. Nee, absoluut niet. Yo, las him money. Okay. Is niet waar. Het is niet waar. Met een aparte vraag. Ja. Ja, een varken is fysiek niet in staat om zijn kop omhoog te doen om naar de lucht te kijken. Mm-hmm. Als je naar de beest kijkt, zie je het eigenlijk ook. Het kan ook niet. Ja. Hij is te vet. Een kakkelak kan 9 dagen in leven blijven zonder zijn hoofd. Waar of niet waar? Niet waar. Waarom niet? Lijkt me een beetje gek. Weet je dat salamanders zijn? De salamanders? Ja, als je een staart afkapt, ja. Staartje. Maar zonder hoofd. Nou, en toch klopt het. Echt? Ja. Oh. En na die 9 dagen... Waar? Nee. Right. En dan sterft hij door verwondering. Ah, oké. Okay. Ja. We gaan naar de volgende, spelling en betekenis. Wij gaan jullie dus vragen om we gaan een woord dus opnoemen. Dan moeten jullie het correct spellen, hoop ik. En daar de betekenis van. Nou, we hebben het niet moeilijk gehad. Het is moeilijk gemaakt, hoor. Want het is Nederlands docent, dus kan maar weten. Ja, maar we hebben het niet moeilijk gemaakt. Nee. En ik neem aan dat je daarin beter bent. Goed. Oh, dus je gaat ervan, je hebt aan de conclusie getrokken dat ik gewoon slecht ben? Nee, maar... Ik kan mijn mond wijzen. Nee, dat niet. Ja, ja. In gokken ben je niet goed. Nee, absoluut niet. Dat is één ding wat we nu wel zeker weten, je moet niet gokken. Nee. Maar we gaan beginnen met spelling en betekenis. Betekenis en spelling van krooi. Schud met die ballen. Even met die ballen schudden als je het weet, maar niet antwoord. Toch wel krooi te spellen. Zo makkelijk. K-R-O-I. Ja. En wat is dat? Het is goed, dat bedoel ik. Wat betekent dat ook dan weer? Je. Het is echt het Surinaams, hè? Dat woord. Het is een Surinaams woord. Iemand in je macht krijgen, iemand manipuleren, iemand proberen. Te doen wat jij wil. De omschrijving die wij hebben is middel dat wordt gebruikt in de liefde om iemand aan je te binden. Een gewillig slachtoffer te maken. Okay. Jullie mogen de punten verdelen. Krooi. We zijn een heel goed team, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Oké. Okay. Toch? Oké. Okay. Cybercriminaliteit. Oké. Okay. Spellen. C-Y-B-E-R C-R-I-M-I-N-A-L-I-T-E-I-T. Je moet dus wel trots zijn. Helemaal. En wat is dat eigenlijk? Pesterij hoe noem je dat? Mensen bestelen via het internet. Ja, precies. Gedigitaliseerde criminaliteit. Dat bedoel ik dus. Precies, ja. Implementatie. IM. Oh, nee, sorry Koert. Okay, okay. Zij was eerder. Ja, we moeten streng zijn. IMP. Je moeder kijkt, hè? Ja. Oké. LEMENTADIE. Zei je M van Marie? Of wat zei je? Bij de... Ze zijn N. N van Nico? Ja, aan het eind zei ze N. Ja? Ja. Oké. Okay. Implementatie. Okay. Ja, heel goed. Okay. En wat is dat? Iets implementeren. Ja. Nee, ja. Dus wat is implementeren? Iets doorvoeren. Help elkaar. Ja, want je gebruikt weer hetzelfde. Ja, precies. Oké, okay, ja. Prima. Hij kan het heel goed uitleggen. Ja. Oké, okay. Volgende woord, accuraat. Hou die bal gereed. Dat is moeilijk. A, C, C, U,
R-A-T. En wat is de betekenis? Punctueel. Zeer nauwkeurig. Correct. Dan heb ik gewoon een simpele vraag voor jullie. Met wie zou je een keer een dagje willen doorbrengen? Want dan moet het wel iemand zijn in Suriname. Met wie zou je dat graag? Wow. Ja, en ik met haar. Zo! Wacht eens even, wacht eens even. Hebben we nu een match? Absoluut. Is dat een ander programma? Nou, dus hebben we dat. En waarom? Ik vind het een interessante man. Ik vind haar spannend. Oh. Oké, okay. Weet je, dit is inderdaad een heel ander programma. We gaan er niet verder op in. We gaan nu wel even naar de reclame en straks weer terug. Bar Dancing Satchmo is de meest trendy en populairste uitgaansgelegenheid in Paramaribo. Genieten op swing, R&B, ballads, Latin, souk, reggae en soul. Maar ook voor een gezellig potje poelen met je matties. Kan jij terecht bij Satchmo Sports Café. Ook voor exclusieve feesten en bruiloften in en buiten onze terras. For music and much more, get it in Club Satchmo. Bij CM Timmer en Onderhoudsbedrijf staat kwaliteit voorop. CM Timmer en Onderhoudsbedrijf voor uw renovatie, restauratie en onderhoudsklusjes. Maar ook voor mooie, degelijke en strakke woonkamer- en slaapkamermeubels, keukenkastjes en kindermeubels kunt u terecht bij CM Timmer en Onderhoudsbedrijf. Uw unieke wens is ons uitgangspunt. Neem vrijblijvend contact op telefoonnummer 7494362. CM Timmer en Onderhoudsbedrijf voor betaalbaar vakmanschap met oog voor kwaliteit en stijl. Kortom, CM Timmer en Onderhoudsbedrijf is bouwen met vertrouwen. Welkom terug bij Evergreen Politiek. Aan tafel zitten nog steeds Koert van Essen en Janine LaRose. En met hun hebben we het over heel veel dingen, over eigenlijk alles, behalve politiek. We gaan weer van start met 100% Su-vragen. We gaan even testen hoe goed hun kennis is over Suriname. Ja, spannend. Ja, zeker. Je hebt er zin in? Absoluut. Ik zie het. Ja. Oké, okay, zijn vader werkte bij de Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij NV. Weet je wie dat was vroeger? Ogem, ja. Ja. Maar begon vervolgens een winkel in cosmetica en een groothandel in medicijnen. Hij maakte de film One People. Over wie heb ik het? Barga Breveld? Nee, hij was een acteur in One People, maar de regisseur. Oh, dat is Pim de la Parra? Helemaal goed. Wat is jouw favoriete quote? Doe eens even na, jouw favoriete quote van One People. Wat is je het meest bijgebleven in die film? Uit die film? Een stukje van Barga Breveld misschien? Je hebt die film gezien toch? Ja, wel een hele tijd geleden hoor. Oh, oké. Het staat niet echt van Netflix, favoriete quote, ja. Niks van. Het enige wat ik weet is dat stukje, kom jullie naar me kijken? Oké, dat is het begin. Dat is het begin. Weet je nog waar die zoon aan zijn vader zegt dat hij naar Nederland vertrekt? Mm-hmm. Dat is mijn favoriete stuk. Of mij van Claudia ook. Zeg het, Holland. Die chocola. Papa. Oké. Okay. Dat stukje. Ja. Nee, de mijne was van Carina. Rubia. Oh, die. Wat zegt ze? Roy, Rubia, je bent van mij of Suriname. Zo? Ik haat je. Zo lief als je bent. Dat is mijn bijgebleven. En dat zegt Willeke van Amerooy. Dat is geweldig. Dat is zo'n statement dat je toch... Het is een haat-liefde verhouding. Jullie hebben die film waarschijnlijk gisteravond eventjes bekeken. Nee, ik heb jou te pesten. Ja, waarschijnlijk. Om jou te pesten. Kijk, wij zijn, weet je, dit soort dingen wel. Zien we niet meer, het is heel lang geleden. En... Nee, absoluut. Oké, de volgende. Hoe heet het zeilschip waarmee de eerste 400 Hindustanen van Calcutta naar een plaatsje in India, van een plaatsje in India, naar Suriname zijn gebracht? Er is een... mooi gebouw dat daarnaar is vernoemd in Suriname. Ja. Um.
Lalaroek of zo? Ja, E. Ja, ja, gelukkig maar, want anders zouden de mensen echt denken van deze jongen. Nee, ik ga dit liever zo spellen. Gelukkig maar. Ja, maar je hebt je moeder in ieder geval trots gemaakt. Ja, soms ook niet precies. Ja. Oké, we gaan nu naar ik weet niet of ik het correct uitspreek, mensen. Mijn biggie, pardon daarvoor. Dukung, wat is een dukung bayi? Is Javaans. Dukung bayi. Ja, maar dan moet je het wel een beetje op zijn Javaans doen. Wil jij dat doen, schat? Want jij bent dat. Dukung bayi. Zeg het, doe het eens even. Dukung bayi. Oké, dat. Nou hoop ik dat ik het ook goed heb gedaan. Ik wil geen idee. Nou, laten we ze helpen, want dit is moeilijk. Nee, dat gaan ze niet snappen. Nee. Maar ja, ik kan natuurlijk niet alleen maar makkelijke dingen. Vroedvrouw is dat in het Japans. Oké. Okay. Ik ben niet zo Japans georiënteerd, dus ik zou dat echt niet weten. Oké. Okay. Klinkt goed in het. Volgende vraag aan. Hoeveel nationale vrijdagen hebben we in Suriname? Veel. Ach, veel. Ja, maar dat is niet het juiste antwoord. Koort jij? Dat weet als werkgever, want... Want jij baalt natuurlijk... Nee, dat weet je niet, want er komt elke week komt er eentje bij. Oh, maar dat is ook wel leuk. Dat is geen politiek, hè? Hé, hey, 50 SED in de pot. Oké. Okay, okay. 14? Meer. Nationale vrije dag, hè? Echt waar? 20? Ietsje minder. 16. Kijk. Helemaal goed. Op welke dag valt de dag der inheemse? Goeie vraag. Kan je even schudden? Ik schud voor jou. Is het ergens in augustus? Ja. 12 augustus of zo? De helft daarvan. Oh. Nee, sorry. 6? 9 augustus. Ik weet het niet. Oké, 9 augustus. We gaan nu naar iets waar Anne, althans dat vind ik, heel goed in is. Mi odo takso. Anne sa fizi e sori ati e chari. Wat betekent dat? Je ziet, ja, is ook wat uiteindelijk het werkelijke is. Anne sa fizi e sori ati e chari. Ja. Schijnt het licht, ja. Ja. Heel goed. Jij mag ze allemaal doen, schat. Asiri di yusai na afroktu dat i yusapiki. Wat je zei, het zijn je oogsten. Ja. Hé, hey, ja man. Ati bro neem ik boek ting. Moet ik het letterlijk vertalen? Nee, wat jij denkt. Handel niet uit boosheid, want dat brengt geen positief. Helemaal goed. Maar wacht even. Zij is met vakantie hier, Koert. Shame on you. Okay. Nee, maar ze was gewoon eerder. Dus ik kwam aan de spelregels. Okay. Wat hebben jullie toch gezegd? Ja, ik wou even. Ik zou zeggen gewoon, wilde seks maakt geen liefde. Maar... Dat is ook een uit. Maar ja, ze... Ik knip wat ruimte. Ja, Fernandes is niet saai. Fernandes is heel spannend. Fernandes is heel dynamisch en spannend. Absoluut, absoluut. Ik krijg het nu wel warm, hoor. Ik krijg er ook warm van. Die erken wordt boven. Oké, aan de next moment. Ja, de laatste. Monika ba, kompe kaba. Of misschien moet ik de klemtoon anders leggen. Monika ba, kompe kaba. Als het geld op is, is er vaak ook de vriendschap over. Ik vind jou geweldig. Geweldig. Ja, nee. Ja, ik wil bijna opstaan. Ja. Wat wil jij doen? Ja, straks. Oké. Okay. We gaan nu naar de raadsels. En zijn we bijna aan het einde gekomen van het programma. Ja, nee, eerst die raadsels. Ja. Kijk wat korter. Raadsels. Want, ja, maar ik vind het zo gezellig. Ja, ik wil ook nog even door. Eigenlijk, dus, kijk, maar jij hebt nog een verrassing. Maar goed, dan wordt die helemaal para. Ja, echt. Helemaal. We gaan nu even naar de raadsels. Wat heeft vingers, maar kan zelf niet typen? Wat heeft vingers, maar kan zelf niet typen? Een kip. Ja, maar dat zijn poten. Looppoten. Okay,
Lange vingers, een koekje. Nee, maar dat heeft geen vingers, dat is een koekje. Ja, het is een raadsel, hè? Maar je moet denken aan echt dit. Nog één keer, wat heeft vingers? Jij moet het wel weten. Wat dragen we daar, Takoru? Handschoenen! That's it. Een ezel stoot zich hoeveel keer niet aan een steen? 2 keer. Correct. En wat is een handknie? Als jullie deze niet raden. Een handknie? Een handknie. Nee, nooit van gehoord. Hint? Hij heeft het eigenlijk al gezegd. Maar hij weet niet dat hij het heeft gezegd. Meteen, hè? Dat is nog grappiger. Meteen. Nooit van gehoord. Het bestaat niet. Nee, het bestaat niet. Het bestaat niet. Voordat we gaan afsluiten, hebben wij nog een verrassing. En Anne, wil jij er wat over vertellen? Ja, Janine LaRose heeft een cd uitgebracht vorig jaar. Of dit jaar was het? In Suriname dit jaar. In Suriname dit jaar, inderdaad. Ja. Maar vorig jaar is het uitgebracht in Nederland? Ja, ze werd 2 jaar geleden. Oh, kijk. Fijn hart. Inderdaad. De cd heet Pure Attention. En Janine gaat een van de nummers zingen van, van deze cd, Pure Attention. Janine. Welke ga je voor ons zingen? Nou, dat is een beetje het ding. Ik wilde eigenlijk heel graag een stukje doen van de cd. Maar ik vind het programma zo inspirerend. En er is een stukje van een nummer van Emily Sandé wat mij erg aanspreekt. We maken het leven altijd zo zwaar. En eigenlijk wil ik het volgende zeggen. Wat zij heeft in een van haar nummers, Read All About It. I wanna sing, I wanna shout. I wanna scream till the words right out. So put it in all of the papers. I'm not afraid they can read all about it. Read all about it. Oh, oh. Thank you, Olivier. Wow, helemaal geweldig. En omdat jullie zo sportief zijn geweest om mee te werken aan dit programma, hebben wij een verrassing. En wie heeft er eigenlijk gewonnen aan? Ja, Janine, overduidelijk. Janine. Nou, ze was goed in het begin, maar ik heb het ingehaald. Ja, ik moet zeggen, ze hebben elkaar gecomplimenteerd. Precies. Maar ze heeft zeker gewonnen. Ze hebben elkaar goed aangevuld. Voor Koert, als hij op het werk is als directeur, dat hij dat petje kan dragen van Even Geen Politiek. Alsjeblieft, bedankt voor het werk. Ja, mooi. Dank je wel. Dat is volgens mij ook geen politiek. Bedankt. Nee, niet echt. Nee, niet echt. En voor jou heb ik een grijze of een wit truitje. Gewoon, ik vind grijs wel gezellig. Even geen politiek. Leuk. Ja, super. Kan je het even aandoen? Dat mag ze doen als jullie samen zijn. Als jullie je dag gaan doorbrengen samen. Zijn. Dat mag ook. Dat mag iemand. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. En voordat we gaan afsluiten, gaan we natuurlijk wel eerst even onze sponsors bedanken. Anne? Ja, onze sponsors. Bloemisterij Norma. Norma heeft van die hele mooie bonsaibomen. Het is in dit geval geen bonsaiboom, dit is gewoon een bougainville. Precies. Die in een bonsaiboom zo is gaan groeien, maar wel heel mooi. Olartico Fashion Store aan de Maagdenstraat voor alle leuke jonge mode. Precies. Ja. De herhaling van dit programma is op zaterdag 29 november omstreeks 7:30. En de nieuwe aflevering is op eerste kerstdag 25 december. Ja, dus kijken. En voor de rest wil ik nog een tip geven. Wees zuinig op jezelf. Want je moet er je hele leven mee doen. Een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.